Ik ben een beetje aan het vreemd gaan. Het is eigenlijk vandaag nog zaterdag. Het is 10 uur. En ja, die vlog die is eigenlijk al geweest. Maar ik ga eventjes naar Michel toe, want daar zijn wat vrienden. En anders dan red ik het allemaal niet met monteren en zo. Want ik moet morgen... Whatever. Ik ga nu naar Michel. Het is zaterdag, maar hij zit in de zondagversie. Maar dat boeit niet. Ja, jullie ook hier? What the fuck? Nooit! Shit! Had je niet verwacht? Ook een biertje? Ook een biertje? Of je een biertje wil dikken? Ik zeg het toch niet tegen je kind? Ik ga naar boven. Wat een romantiek hier zo! Hallo. Hey. Goeiedag. Hey, pornopop. Ik doe een hele dag hier mee, ik voel me gewoon steeds bij. Ja, dan ben ik van je gewend. Ray. Hij liever, nou je toch staat. Wat een fantastisch mooi cadeau. Ja, hoef je mij niet voor te bedanken. Ik had wel echt verwacht dat jij het was. Oh, wat? Ja, ik ben ook AliExpress junk of zo. Ja, A, dat. En B, Lex voor de wind met een T. En ik dacht dat jij dat laatst ook al zo'n opmerking had gemaakt. Wat zit er nou in met KS? Wat zit er nou in? Deze zuignap houder dinges. Ik moet alleen wel ondersteboven filmen, anders lukt het niet. Ja, als ik met handen zat met die rotzooi. Ja, precies. Maar ja. Wie dan? Goedemorgen, deze morgen, mevrouw Lex. Ik moet je iets bekennen. En dit komt een beetje rauw op je dak, denk ik. Maar ik ben degene die de zuignap voor jou besteld. Waarom ik het heb gedaan? Dat ga ik jou nu even uitleggen. Bijvoorbeeld op deze manier. Lex krijgt een recept van een collega en die gaat het recept maken. Eens even kijken. Lex, 2,70 meter hoog. En dan gaat hij wat snijden. Dus hij legt zo wat uit. En gaat zo snijden. Niet te doen. Nou, dan raakt hij dan zo. Even schakelen. En dan zo. Een beetje ditten en zo. En dan moet hij zo. En dan. Ah oh shit, moet even uitwijken. En sturen. En ah oh shit. Ah shit, godverdomme, ah, kut, shit! Nou, verdikke me. Ben ik helemaal uitgeschoten? Sorry jongens, sorry. Ik heb een beetje een ongelukje gemaakt en zo, dus dit gaat even niet zo goed. Dit gaat even niet goed. Nou, dit is echt verrot. Ik probeer het net na te doen. Hoe Lex een paaltje geramd. Kut. Ah, verdikke me. Laat ik nou maar een zuignap voor in de auto. Nou Lex, dit bedoel ik. Als je bijvoorbeeld een recept krijgt van een collega van jou, nou, dan hang je gewoon even je vlogcamera hang je gewoon even op. En dan doe je het op deze manier. Men nemen een snijplank en een mes. En het recept voor vandaag is een banaan. Je gebruikt de duim. En smakelijk eten. En net zo makkelijk in de auto, zeg ik. Eens even kijken, waar moet ik heen? Allebei de handjes vrij. Richting aangeven. Goed kijken om je heen. Let op. Handjes zijn nog steeds vrij. Hoppa! En gaan een lekker stukje cruisen. Oh, het is zo makkelijk. Oh ja, en dan eventjes bellen. Maar je kunt nog steeds blijven filmen. Het is zo onwijs makkelijk. Zo'n plakketje in de auto. Geweldig. Let op, even inparkeren. En klaar. Handig, zuignappie. Nou, en daarom Lex, heb ik voor jou even 2 zuignappies gekocht. Eentje voor in de auto en eentje voor thuis. En ik zou zeggen, geniet ervan. Het is je van harte gegund. Geen achterliggende gedachten, speciaal voor jou,
2 zuignapjes. En als je ze leuk vindt, duimpje omhoog. Of 2 duimpjes, 2 zuignappen. Of, als je het niet leuk vindt, nou. Dan gooi je hem godverdomme gewoon weg. Even vriendelijk. Ik werd dus wakker en dacht, wat zal ik in die vlog van vandaag stoppen? Want ik moet werken, het zal nooit interessant worden. Maar toen kwam in één keer die video online. Van Brian, aan mij. Fucking baas. Het zag er echt fantastisch goed uit, man. En ja, super bedankt, man. Ik vind het echt briljant. En hebben we daarna nog in de auto gezeten en hebben we ook een leuk gesprek. Maar die zet ik morgen wel online. Of vanavond of in de loop van de dag. Dat is wel heel leuk, maar lang en zo. En ja, briljant. Gozer, super bedankt. Ik hou van je. En ik zal ze zeker gaan gebruiken. Nu niet, want ik zit gewoon, dus het kan. Maar, nou, ik moet er wel emotioneel van. Ja, gaat wel weer. Nou, jongens en meisjes. Ik zou zeggen, bedankt voor het kijken. Duimpje omhoog, abonneren. En Brian en ik, die beginnen steeds meer ideeën samen te krijgen. Komt goed. Jullie houden het in de gaten. En laat het...